startje daar aan de buitenkant van de dame met het bordnummertje 412. Als ik me niet vergis, is het de 462. Zij had er een iets slechtere startpage aangevaren. Oh, de leidende dame gaat daar hard onderuit, Izzy Prene. Dan al een vijfde das tegen. Jo is er gelukkig snel bij. Het is Izzy Prene die inmiddels nu een page aangevaren die de leiding over heeft genomen na een slechte start. Tweede plek in deze B-finale voor Abigail, haar zusje aangevaren. Derde plaats in de handen van Lonneke Heesemans. Dat is je top 3. Zo, de aangevaren zusjes gaan daar op de plaatsen 1 en 2 erg goede zaken doen in deze B-finale. Bij de girls van 7 en 8 jaar. Derde plek nog steeds voor Heesemans. En dan is het Izzy Prene die hard te val kwam op die bult voor die eerste bocht. We gaan even kijken of het al goed met haar is. De EBO is er nog steeds bij. Maar de ritwinst in deze B-finale, dames en heren, gaat niemand meer ontgaan. Zij pakt de winst hier. Peach aangevaren 1. Tweede plek voor Abigail aangevaren. De derde plaats voor Lonneke Heesemans. En is natuurlijk even wachten op Izzy Prene die daar verzorgd wordt door de EBO. Gaan we ons zo dadelijk opmaken voor de A-finale bij de girls 7 en 8 jaar.